ja, mijn huwelijksaanzoek. Ja, ik had gezegd, ik ga een pakje sigaretten halen. En dan verdween ik. En dan heb ik zo'n stretch limo laten voorrijden. Het ging dan naar de luchthaven, de tarmac op van Deurne. Naar dat vliegtuigje dat je daar ziet staan. En dat vliegtuigje dat dan, steeg dan op van Deurne. En ik had dan geregeld dat er een paar kilometer verder, of in linkeroever, in de Hoevenen, is er een heel klein vliegveldje. En dat vliegtuigje maakt nog een paar buitelingen. En ze landen dan. En ik zat aan de andere kant van het veld. Had ik een paard laten komen. Had ik mezelf als prins verkleed. Dan kwam ik aangegalopeerd. En ja, dan had ik de ring bij. En heb ik haar ten huwelijk gevraagd. Wat een gedoe, man. Maar ja, maar lachen. Ze heeft nooit ja gezegd. Alleen maar gelachen. Haar is blauw geworden. Zijn haar blauw geworden? Ja. Eindelijk. Maar niet maar echt, hè? Maar ik lach niet. Je haar is blauw geworden. Filip, ik ben niet aan het zwanzen. Ik ga in de spiegel gaan kijken. Won't you be mine? Ik vind het niet slecht. Je bent van het zwaar Bourgondische type, hè? Ik... Ja, ja. Ja, misschien wel, ja. Ja, nee, zeker. Ja. Nee. Ja, ik hou van het leven eigenlijk, ja. Heel erg. Zeggen ze dat niet voor die film? Filip, je hebt precies iets te veel van het leven gehouden. Dat hangt er vanaf voor welke film, hè. Maar deze film, nee, daar mag ik geen... ik mag hier, staat in mijn contract dat ik geen gewicht mag verliezen. Er staat ook dat ik mijn haar niet mag veranderen en me niet mag scheren. Wat heel vervelend is in ons vak, is die werkonzekerheid. Je wordt altijd verondersteld van beschikbaar te zijn, bij wijze van spreken, in je hoofd. Maar nu is er zoiets van, god, het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. En dat is fijn. Zo die berusting te hebben, dat je niet altijd... Ik durf nu bijvoorbeeld, dat is het eerste jaar, en dan meen ik serieus, ik durf nu een vakantie te plannen. Op voorhand. Tevoren, no way. Dat is het eerste jaar dat ik dat durf. Want er zou wel eens een regisseur kunnen bellen. Inderdaad. Ik moet altijd beschikbaar zijn. Dat is, ja... En dat is heel vermoeiend. Zie je, ik hoorde je net, toen je voor de muur stond, de fotomuur, met heel veel afschuw zeggen over de patertjes van het Heilig Hart College. Mm-hmm. Mm. Dat was een internaat ook, hè. Mm-hmm. En wel, als je niet mondig genoeg werd op dat internaat, dan niet vast, hè, die mama. Letterlijk. De directeur toen, die zijn naam was De Plekker, maar ze noemde die De Plekpot. Want dan werd ik echt zo gesommeerd omdat de... naar het lokaal van de directeur te komen, dat lokaal was in een bureau te komen. De Plekpot? De Plekpot. Dan zei hij, kom eens hier, Filip. Ik zal uw hemd eens in uw broek steken. Dan zei ik, nee, dat doe ik zelf wel. Dank u wel. En elke week, hetzelfde uur, zei Filip Peters naar mijn bureau. En hij bleef volharden? Ja. Ja. Jarenlang? Ja. De wereld lag open, een toekomst van goud. Tijd sloeg ons over, wij werden nooit oud. Waren voor altijd gezworen en samen, als ridders op zoek naar een graal in de avond. Het bier bij Marleen en daarna de hoek om. De hemel bestormen in het huis van de Rus. Gedichten geschreven, te slecht om te lezen. Als voer voor het vuur dat nooit werd geblust. We zijn nog hier. Hoe jullie? Hé joh, ouwe boef. Goed om hier te zien. Die periode toen we in Antwerpen zaten, maak je natuurlijk alle grote dingen van je leven mee. Zo, hè? Mm-hmm. Ik bedoel, voor jou ook de
De schoonheid en de eerste grote liefdes. Het zit allemaal tussen je 18e en je 23e, 25e. De grote dingen, het grote verdriet, de grote liefde. Malle miserie. Ja, nee, maar dat, ik vind dat. Daar worden wel de zaadjes allemaal geplant. Mm, absoluut. En dat is zo fijn om elkaar terug te zien. Je vindt eigenlijk een beetje jezelf terug.